Yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag ga ik mijn boog enchanten met level 30. Ik heb even een nieuw boogje gemaakt, want wel mijn boog was kapot en die heb ik achtergelaten in het NPC, zoals jullie wel weten. Dus wel, op good luck! Power 4, Flame 1. Oeh, I like that. I en het is like... nog custom, je kan ook nog de boeken gebruiken. Ja, daarom ook. Want ik heb nog Infinity op. Ik heb nog Infinity. Dus hier ben ik echt wel blij mee. Power 4, wow. Dat is echt wel OP of niet? Ja, dat is kijk, echt. Ik heb Infinity nog. En ja, ik had Flame ook wel. Dus ik had iets van Punch wel gehad of zo. Maar ik heb Punch ook nog wel volgens mij. Als ik aanbreking heb, dan gooi ik het misschien daar ook wel op. Ik weet niet wat ik hier nog boven heb. Even kijken, laten we maar gewoon even gaan neuzen hier. Oké, okay, wel, we hebben nog Aqua Affinity, Flame 1 hebben we, dus Fire Respect, Efficiency, Bin of Ultra Pots, Flame 1. Oh, ik heb geen Infinity. Beetje balen. Nou goed, dat maakt het ook wel leuk, want dan moet je gewoon ook je arrows op peil houden. Dus dat is ook wel leuk aan de ene kant, vind ik. Goed, wel, dan ga ik even kijken of ik nog wat arrows kan maken, eventueel. Heb jij feathers voor mij, eventueel? Of, Ja, ik heb er nog wel wat. Niet veel. Ik heb niet veel van je plofkippen vermoord. Oké, zo, dan neem ik even... Oh, ik heb hier nog ook wel wat veren, dus... Maar dan moet je die kippen gewoon even gaan farmen. Ja, ik ben al zo, heel druk. Ik heb nog wel 38 euro's, dus ik heb nog wel wat bij mij. Goed, wel even kijken. Ik ga vandaag, denk ik, samen met Joran wat katjes krijgen. Oeh, katjes. Katjes. Nou, in ieder geval één kat, ik weet niet. Ik wil gewoon... Eten, waar staat dat onder? Even kijken, voedsel. 10 vis heb ik. Hi Gizmo, wat doe jij nou weer hier dan? Oh, die kat die liep hier net langs. En ik ben die honden helemaal zat, was ze grommen alleen maar tegen mij. Ik weet niet wat het is, maar het zal wel. Maar ik ben best wel blij met de boog eigenlijk. Want wel, Power 4, dat is best wel OP. En Flame 1. Kijk, ik had beter kunnen krijgen, maar ik had ook slechter kunnen krijgen. En punches, ja, niet zo heel goed, want dan sla je ze alleen maar terug. En dan is het zo moeilijker te raken, dus wat dat betreft... Pompeton, maar oké, Infinity zou wel wat nice geweest zijn. What the fuck ben jij aan het doen? Hey, ik trek even een flesje ijsteen open, dus even ijsteentje klappen. Oh mijn jezus, wat zit dit vast, hè? Ik ben bevroren. Nou, dat maar niet. Pech. GG. Kaartjes. Oh, wacht, ik haal even wat meloen op van mezelf. Zo... Dus, nieuwe boog en katten. Zo ga ik deze episode noemen. Oké, wel. Ik wil Gizmo beneden, dus jullie achtergrondgeluid horen. Mijn excuus, maar ja. Even dat vlees weghalen. Nou, Joran, ga je mee katje krijgen? Een paar seconden. Ik kom wel even kijken hoe het bij jou is gegaan. Ik wil dat flesje ijsthee open krijgen. Moet ik eigenlijk niet met mijn gebit doen, want die is net geholpen. Maar ja. Nou, dat is zeer gebit. Oh, hi Joran. Ga je mee? Ga je mee? Ik heb de vis. Oké, even kijken of ik nog niet. Oké, dan moet ik nog wel even wat shit gaan droppen bij jou. Oh. Wauw. Dan ga ik even kijken wat je ondertussen allemaal hebt gefarmd. Even kijken, heb je de koeien al gebreed? Ja, dat heb je vast al gedaan. Ja, ik ben alles al bezig geweest. Dus ik ga nu even heel wat spullen bij jou droppen. Kun je misschien even 2 string meenemen uit de mopbak? Zo. Fishing pole. Ah. Ja, je moet eerst daar nog zien te komen, want dit is best wel een eindje. Ja, ik ga nog een keer een railroad system maken. Ik wil dat flesje ijsteen open, nondertje. Moet je er wel voor zorgen dat die map vrij is, hè? Dus dat er geen dieren en monsters op kunnen komen. Ja, zoek het dan ook maar uit. Waar op kunnen komen? Op de railroad. Dat is heel leuk, want bij de 1.5 update heb je daar geen last meer van. Of bij 1.6, ik weet niet. Volgens mij 1.5. Dan zijn ze nu bang, dus je kunt in principe mobs omheinen met railroad tracks. Cool. Ja, I know, right? Kijk, een poison potatoes, daar hebben we ook echt wat aan. Maar Joran die gaf mij een heel mooi complimentje over mijn farm. Ja, dat is tot nu toe een van de mooiste farms en vooral de effectiefste farms die ik ooit heb gezien dus. Ja, ik vind hem zelf ook echt best wel mooi. Ik ben ook best wel trots op in principe, want wel...
Je kunt hier alles farmen, je hebt gezien, maar je hebt gewoon velden en zo. En ik vind gewoon dit oude karakteristieke design wel cool. Ja. En Oké. Nou, dat is wat ik moet gaan doen. hij moet eten. Ja. Holcats. Nou, dan ga ik wel alleen Ocelot halen. Jammer. Lolcats. Nou, dan Oh. later, Johan. Ik ben nog heel, ik ga nog één keer heel snel één ding doen. En ik hoop je Hey. moeder straks boven. Waar is het wol? Ik vind toch geen ocelot. Waar het wol is, ik heb geen wol, denk ik. Bij overig. Een chest helemaal aan de linkerkant. Of aan de Ja, ik heb het rechterkant. al. Ocelots. Ocelots. Ocelots ben ik toch niet. Als ik ze nodig heb, vind ik ze nooit. Ik ben hier honden van mij helemaal zat. Dus misschien ga ik ze wel inruilen. Dan ga ik even een einde maken naar 5 en Cody. Dat vind ik niet erg hoor. Nou ja, daar ben ik straks weer terug. Ja, sure. Ik ben toch nog wel even bezig hier. Dus tot zo. Ook het zo. Oh, gelukkig. Wel, GG. Nu moet ik alleen nog dus even een ocelot vinden. Geweldig. Ik vind hem toch niet vandaag. Dus ja. Nou, schaap. Hebben we niks aan. Opdonderen. Heb ik eigenlijk wel wat aan, want wel villages willen wel wol ruilen. Is dat? Nee. Ik dacht dat ik een ocelot zag. Ocelots. Hallo. Waarom? Oké, what the fuck. Zijn de schaapjes tegenwoordig ocelots? What the fuck, man. Als jullie... Wacht, ik doe even mijn deur dicht. Jullie horen vast background noise. Ah, kerstweer, kont. Ik heb alleen maar horen als het bij mij heeft opgenomen. Vandaag wel 10 episodes of zo. Echt waar. En nou ja... Ik zei ook al dat jullie veel van Aspot Minecraft te zien krijgen, dus wat dat betreft. Ocelots! YOLO Polo Cats, waar zijn jullie? Misschien ga ik de een wel YOLO noemen. Ja, dat is wel leuk. Oké, wauw, dit is best episch hier. Oké, waar zijn de Ocelots? Je zou dan moeten denken dat er in een jungle Ocelots zijn. Gewoon, what the fuck, man. Hallo! Ik maak jullie dood hoor. Kom op. Even dorie. Wat zijn nou de ocelots dan? Leg me eens even uit, jongens, in de comments. Waarom zijn er geen ocelots? I don't understand. Misschien ben ik al naar vijf langs heen gelopen of zo. Maar. Ben ik gewoon schilder, ik ze gewoon niet zie of zo. I don't know, maar ze zijn er niet. Je kunt me nog meer vertellen, maar er zijn hier geen ocelots. En wat moet ik dan heen voor een jungle? Wauw. Ocelots. Dan ga ik een jungle adventure opnemen met Joran en zo. Dat zou me wel cool lijken. Of met Tim of zo. I don't know. YOLO Polo Cats. Waar zijn jullie? Ocelots zijn YOLO Polo Cats namelijk. Dan ga ik hier wel langs lopen. Auw, ja, fijn. Hallo. Wat als u nu in de komende 5 minuten geen vent, dan is je GG voor de aflevering. En dan ga ik wel gewoon een adventure doen in een andere jungle. Want dit is echt helemaal niks dit. Hallo. Ocelots. Wat is dit nou dan? Ik heb by the way van alle ores die we hebben gemijnd in de afgelopen paar episodes. Allemaal netjes opgeborgen en met... ja, blocks gecraft, dus ja. Waar de fuck zijn de ocelots dan? Ik snap dit niet, hè. Misschien ligt het aan mijn jungle of zo, I don't know. Oh ja, dit natuurlijk. Dit kennen jullie nog wel, hè. Van de eerste paar episodes van Ronald's Minecraft. Die moeten jullie echt gewoon terug gaan kijken. Want toen kon ik mijn huis niet vinden. Toen wist ik niet waar ik mij wou vestigen. Ik zal eens even kijken of ik nog die tunnel kan vinden. Oh, dat waren echt goede tijden. Grappig. Grappigs. Even kijken. Ah, wauw. Ocelots. Ocelots. Ik heb lekkere meloen voor jullie. Vinden jullie vast wel lekker, hè? Waar is die tunnel dan die ik toen had gegraven in wat van die afgelopen episodes? Nou, die is vast al gewoon helemaal voetjes helemaal overgroeid en zo. Uiteraard. Nee, hij is er nog. Hij is er nog. Kijk dan, dit is zo epic.
Kijk, hier weer een bladeren takje. Kijk, hier ga ik nog een keer een railroad track maken. Want ik ga een keer een vakantiehuis hier in de buurt bouwen, denk ik. Dus ja, kijk, zo cruise je gewoon zo lekker snel door de jungle heen. Nou, kijk dan. Oh, dan zit je achter de kippenfarm. Wauw, ik wist nooit dat dat hier zo dichtbij was. Wauw. Nou goed, jongens, weet je wat? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik vind de hunt voor de afslots wel goed, eigenlijk. Ik heb er niet echt veel zin meer in. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat even een like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Volg me even op Twitter, @ShadowGames320. Je helpt me er enorm mee, natuurlijk. En ja, dan zeg ik nu tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dan spreek ik jullie later. Dus ja, later, mensjes.